Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Ook kun je mij bedankjes sturen. Hier onderaan de video zie je een button bedankt. En vind je het nou leuk, de video's die ik maak, en wil je gewoon een cadeautje geven? Nou, dan kun je dus via de button bedankt mij een bedankje sturen. Lukt het nou niet via YouTube, dan heb ik ook in de reactie een link geplaatst. En in de beschrijving, dat je het op een andere manier kunt doen. Ja? Nou, lieve mensen, alvast enorm bedankt. Ik hou van jullie. Ik hou van alle mooie berichtjes en reacties. De liefde die jullie mij zo terugschenken. En de cadeautjes. Super, super lief. Hier zijn we gebleven bij redenvoering 14 uit het boek van Saint-Germain. Want het is vandaag weer donderdag. Dan lees ik weer een hoofdstuk voor uit het boek van Saint-Germain. Nou, Saint-Germain, 17 november 1932. Geloof, hoop en naaste liefde. Aanroeping. Ik ben de vreugde, de moed en het vertrouwen dat de hele aarde doordringt en het hart van de mensen vult. Terwijl ik elke menselijke gedachte van neerslachtigheid of van behoefte verteer. De aarde zal bevrijd worden van datgene wat uitgezonden werd vanuit een gebrek aan vertrouwen. Ik ben de tegenwoordigheid, de volmaakte Christuswerking in het denkvermogen van alle mensen, die alle officiële ambten bekleedt, die alle hooggeplaatste personen ondersteunt en die ervoor zorgt dat deze personen zich met stellige zekerheid wenden tot de bron van hun wezen. Het volmaakte leven dat verwezenlijkt wordt in elke menselijke uitdrukking. Ik ben de tegenwoordigheid die de bewuste, actieve goddelijkheid die zich overal verwezenlijkt, bekend maakt. Het wezen zo, want ik ben de allerhoogste, zegenvierende tegenwoordigheid. Ik ben hier en ik ben daar. Ik beroer overal de hersenen van de mensen met een bliksemstraal, niet met verterende kracht, maar met de ik ben tegenwoordigheid die niet langer verloochend zal worden. Ik breng u de groeten, de vreugde en de liefde van de grote heerschaar. Beminden, het is zo wonderlijk om deze dagen geestelijk zo'n volmaakte vrede en rust te kennen. Kon u maar begrijpen hoe waardevol het is om deze vrede in uw denken te bewaren. Niets rechtvaardigt dat ze verstoord zou worden. Uw muziek was prachtig. Wonderlijke woorden zullen gegeven worden, zodat deze liederen een ware zegening zullen zijn. De grote vreugde en de verheffende zegenvierende tegenwoordigheid zullen uw gezin, uw omgeving en de studenten zegenen met hun verheerlijkende tegenwoordigheid en met de aanwezigheid van overvloed die als een machtige rivier stroomt naar iedereen, die zichzelf waardig maakt door vrede en harmonie in het denken. Vandaag zou ik uw aandacht willen vestigen op de actieve tegenwoordigheid van geloof, hoop en naastenliefde. Wij zullen geloof beschouwen als de zegenvierende uitstralende kracht. Hoop zullen wij beschouwen als de open doorgang door de sluier, werkzaam in de zuivere tegenwoordigheid en naastenliefde, zullen wij beschouwen als het vaste voornemen om geen kwaad te denken, te zeggen, te zien, te horen of te voelen. Studenten zouden steeds moeten letten op de innerlijke werking van hun lagere denkvermogen en zich niet voor de gek laten houden door hun gedachten. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is het niet. Het is veel belangrijker dan het op het eerste gezicht schijnt te zijn. Indien er in het bewustzijn enig gevoel van weerstand of wat dan ook verscholen zit, of wanneer er bij een of andere ergernis steeds iets naar boven komt, trek dit dan met wortelen al eruit. U weet dat dit vanuit uw lagere zelf komt en het zal u in de weg staan wanneer u het probeert te vermijden, totdat u het volledig uitroeit. Een rustige, zachtaardige houding tegenover alles is de zekere weg naar zelfbeheersing en absoluut meesterschap.
Dit is voor het bereiken van alles wat u wenst veel belangrijker dan iemand van u op dit ogenblik kan begrijpen. Er zijn kosmische meesters die gekend zijn als geloof, hoop en naastenliefde. Door deze drie principes die steeds werkzaam zijn in het leven van de mens, onder uw aandacht te brengen, wil ik u verzekeren dat zij niet alleen eigenschappen zijn in uzelf. Er zijn wezens van groot licht en vooruitgang, die ook gekend zijn als geloof, hoop en naastenliefde. Personen en studenten die de bewuste inspanning doen om deze eigenschappen te ontwikkelen en ze bewust toe te passen in hun leven, zullen grote hulp ontvangen van deze bewuste machtige wezens, die hun naam verlenen aan de eigenschappen, die verpersoonlijkt worden. Het zijn kosmische, zelfbewuste, intelligente wezens. Ze hebben als specifieke taak de mensen aan te moedigen om deze eigenschappen te ontwikkelen. Daarom moeten alle studenten begrijpen dat dit veel meer is dan een geschreven zin of uitdrukking. Op dit ogenblik zijn deze groten uit de kosmische stilte gekomen, omdat er nood is aan geloof, hoop en naastenliefde in het denken en het hart van de mensheid. De duistere kracht die het vertrouwen, de hoop en de naastenliefde in de geest van de Amerikanen zou vernietigd hebben, is gedoemd om volkomen te mislukken. Honderden mensen die gestemd hebben voor een alcoholverbod, ervaren nu dat hun onbeheerste gedachten naar hen terugkomen en zij betreuren hun onverstandige daad. Aldus komt er uit een schijnbaar verkeerde handelwijze toch nog veel goeds voort. Wanneer de kracht van een hypnose die opgewekt werd afneemt, vragen velen zich af wat hen ertoe bracht bepaalde handelingen te stellen. Hun diepe verontwaardiging ontwikkelt de kracht die tenslotte gebruikt zal worden om de omstandigheden te verbeteren. God die vooruitgang is, kent in niets een nederlaag. Mogen studenten zich dit altijd herinneren, want het zal hen in staat stellen de noodzakelijke vrede en het evenwicht te behouden in het denkvermogen. Het koninklijke wezen naast de liefde bezit een natuurlijke verterende kracht om haat, kritiek en veroordeling te ontbinden, en te vernietigen. Dit wezen gebruikt de kosmische stralen als een kracht die evenwicht brengt in de eters, waaruit de mens zijn adem en zijn ondersteuning krijgt. Dus ondanks zichzelf ademt de mens het vuur van deze stralen. Dit herinnert mij aan iets ter verduidelijking. U weet dat wanneer iemand flauw valt, men dikwijls reukzout of ammoniak onder zijn neus houdt. Dit gebeurt momenteel ook onder de neus van de mensheid. De mensen ademen nu deze verterende tegenwoordigheid in. Vraag uw studenten deze feiten niet te bespreken met ongelovigen, maar het is noodzakelijk dat de studenten dit begrijpen. Hierbij wil ik iets ernstig benadrukken. Voor de ernstige, oprechte studenten zijn er ontelbare hulpmiddelen beschikbaar. Vele hulpmiddelen zijn hem totaal onbekend en zij zullen dat ook blijven. Maar niet tegenstaande dit kan hij hieruit putten, als zijn verlangen naar het licht oprecht is. Door alles van zich af te schudden en vreugdevol en vastberaden te blijven in de ene machtige tegenwoordigheid die ik ben, kan iedereen een onophoudelijke stroom overwinning verkrijgen. Geen enkele inspanning die gedaan wordt in naam van de tegenwoordigheid die ik ben, kan ooit falen. Elke inspanning evalueert van de ene overwinning naar de andere, totdat men de scepter van volledige overwinning bereikt en men aldus in staat is deze te gebruiken. Ik wens het bewustzijn dat belangrijke vorderingen maakt, betreffende de wet van vergeving, aan te moedigen en kracht te geven. De juiste manier om de wet van vergeving in actie te brengen, is te zeggen: ik ben de wet van vergeving en de verterende vlam van elke disharmonische handeling van het menselijke bewustzijn. Dit brengt de voltooide handeling in beweging. Wanneer u gebruik maakt van het gezegde:
Ik aanroep de wet van vergeving. Voltooit u niet altijd de handeling, want u moet zich ervan bewust zijn wie en waar die intelligentie is die ervoor zorgt dat het gebeurt. Wanneer ik naar de studenten kijk, dan zie ik dat het belangrijk is regelmatig de ik ben tegenwoordigheid te gebruiken, want deze doet reeds opmerkelijke zaken voor hen. Mijn ware wezen is verheugd wanneer ik onder studenten diegene zie die hun aandacht vastberaden gericht houden op de ik ben tegenwoordigheid. En wanneer ik zie hoe de student een krachtige magneet wordt voor het licht en hoe dit licht verder stroomt en iedereen omhult, zoals een liefhebbende moeder haar kinderen omhelst. Indien de mensen dit een ogenblik zouden kunnen zien en beseffen, dan zou hun vastberadenheid uitdijnen tot een zegenvierende vlam, van waar geen achteruitgang meer mogelijk is. De tijd hiervoor is gekomen en ik zend ieder van u en de studenten een bewuste bol van licht, die het hart en het verstand van iedereen omhult, zodat de bewuste zegening van de machtige Ik Ben Tegenwoordigheid onafgebroken mag ontvangen worden. Ik geloof dat de meesten onder u dit zullen voelen. Of u het voelt of niet, niets kan deze zegenvierende werking belemmeren. Ik zou de gezegenden, die nu en dan thuis door oneenigheid verstoord worden, willen voorstellen de volgende bevestiging te gebruiken en ze diep te doorvoelen. Ik ben de zegenvierende tegenwoordigheid die vrede, liefde en harmonie in mijn gezin en mijn omgeving beveelt. Iedereen die deze bevestiging vastberaden gebruikt, kan een vredevolle, liefhebbende, harmonische sfeer creëren in zijn gezin. Dus nogmaals, ik ben de zegenvierende tegenwoordigheid die vrede, liefde en harmonie in mijn gezin en mijn omgeving beveelt. Sommigen zullen deze kracht moeten opbouwen om haar onafgebroken werking te ervaren. Zeer dikwijls bekomen ze onmiddellijk resultaat door deze kracht in het bewustzijn op te bouwen. Erkent men de Ik Ben Tegenwoordigheid als de leidende kracht in zijn gezin, want zij is uiteraard de heersende kracht. Indien studenten en anderen die moeilijk hun zelfbeheersing behouden 5 minuten zouden stilzitten, terwijl ze denken en zeer diep voelen, ik ben liefhebbende naastenliefde, dan zouden ze een grote opluchting ervaren. Over flauwvallen moet u weten dat de mens nooit flauw valt. Enkel de persoonlijkheid doet dit. Wanneer iemand die regelmatig flauw valt, het vastberaden standpunt inneemt, ik ben de heersende tegenwoordigheid die deze onzin verbiedt. Ik behoud altijd de controle over mijn denkvermogen en mijn lichaam. Dan zal hij of zij dit steeds beheersen. Wanneer iemand ook maar de geringste verstoring voelt, wees u dan snel bewust. Ik ben de heersende tegenwoordigheid en ik hou mijn bewustzijn hierop gericht. Men moet beseffen dat men door het bevel van de Ik Ben Tegenwoordigheid absolute controle heeft over het lichaam. Hoe meer iemand dit toepast, hoe sneller de verwezenlijking plaatsgrijpt. Vraag. Indien de grote centrale zon het hartcentrum van het oneindige is, waar bevindt zich dan het centrum van het brein? Dus nogmaals, indien de grote centrale zon het hartcentrum van het oneindige is, waar bevindt zich dan het centrum van het brein? Antwoord. In de staat van zuiver zijn, zij het in het onbegrensde of in het begrensde, worden de werking van het brein en de hartwerking één. Wanneer er geen onvolmaaktheid is, want de beweegkracht van elke activiteit die wordt uitgezonden, is liefde vanuit het hart.
Daarom zijn in de zuivere staart hart en verstand synoniem. Want goddelijke liefde omvat liefde, wijsheid en kracht. Onbegrensde energie is altijd aanwezig en ze wacht tot ze gebruikt wordt. Ze handelt nooit in het leven van een persoon, behalve wanneer ze bewust bevolen wordt. Er komt een tijd in de evolutie van de mens dat zaken zo ogenblikkelijk zullen verwezenlijk worden dat het zal lijken alsof het automatisch gebeurt. Maar in werkelijkheid is dit nooit zo. Er is absoluut slechts één weg naar zelfbewust meesterschap, namelijk de bewuste beheersing van de eeuwige energie bij om het even wat u verlangt. Dit brengt ons bij een of andere belangrijke punt. Verlangen is een indirecte werking van de aandacht, maar verlangen dat in stand gehouden wordt door het vastberaden gebruik van de aandacht, veroorzaakt dat het verlangen een onoverwinnelijke verwezenlijking wordt. Dit geeft u een idee over hoe belangrijk het is dat bewuste beheersing gekoppeld wordt aan verlangen. Bewust gebruik van de ik ben tegenwoordigheid of het bewuste beheerste gebruik van deze eeuwige energie om iets wel bepaald te volbrengen zou niets anders dan een vreugdevolle inspanning moeten zijn. Het mag nooit op een of andere manier op werk of inspanning lijken. Want wanneer u bevestigt, ik ben de tegenwoordigheid, de intelligentie die deze energie naar een welbepaald doel richt, dan brengt u de wet op een volkomen gemakkelijke en rustige manier in beweging. Dit vergt niet de minste inspanning. Daarom zou dit steeds een rustige, serene en vastberaden handeling moeten zijn. Als je inspanning hebt, dan heb je ook het gevoel dat je er moeite voor moet doen. En ja, dan ga je eigenlijk al met tegenzin, hè? Daarom lukt het dan niet. Een student zou ten alle tijde moeten begrijpen dat hij nooit de meester kiest, maar dat de meester hem kiest. Indien de student zou begrijpen in welke staat van bewustzijn hij zou moeten vertoeven, dan zou dit veel sneller tot stand komen. Wanneer u contact wenst met de opgevaren meester, zeg dan, ik ben de tegenwoordigheid die de weg voorbereidt en duidelijk contact maakt met de beminde opgevaren meesters. Door het gebruik van de ik ben tegenwoordigheid hebt u volledige leiding en grenzeloze beheersing over alle verstorende omstandigheden. Wanneer u spreekt vanuit de ik ben tegenwoordigheid, dan spreekt u vanuit de tegenwoordigheid van het opgevaren wezen. U moet ten volle beseffen dat wanneer u zegt, ik ben de volledige goddelijke kracht, handelt en deze faalt op geen enkele manier. Zegening. Wij loven en danken u voor uw eindeloze uitstorting. Grote ik ben tegenwoordigheid, wij loven en danken u dat wij ten slotte weten wie u bent en dat u alle mogelijkheden in u hebt. Wij loven en danken u dat uw machtige tegenwoordigheid altijd de heersende intelligentie, de omhelzende liefde en het licht is, dat alles op ons pad verlicht. Prachtig, hè? Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 15. En ik bedank jullie weer voor het kijken en het luisteren en dat het jullie heel veel op weg gaat helpen naar het verlichte pad. Want we zijn er eigenlijk allemaal al. Het is alleen nog het beseffen, het weten dat we er al zijn en onze mindset naar hogere toppen brengt. Nou, hele dikke kussen. Ik hou van jullie en tot volgende week.